Yes, ladies and gentlemen. Het begin van het einde van de spullen in de bus. Yes. En het lijkt erop dat het gaat passen. Nou. Ik weet het zeker van niet. Oh, dat is heel optimistisch. Ik vind het heel optimistisch. Maar je moet het goed bekijken, jongens. Het was altijd half vol. Wow, yo, het is echt nog veel meer dan dat. Kijk, dit ligt hier. Ja, dan moet je binnen eens kijken. Binnen staat ook nog even vol. Nee! Ja, binnen staat weer meer spullen. Een leuke wedstrijd. Kom, loop even naar de bus. Ik ga even naar de bus. Ja, we zijn al een uurtje of twee bezig. Ik ben helemaal de week. Het is echt lekker weer. Kijk, er staan nog meer spullen. Ja, maar met die stretches en zo. Nog meer spullen hier, hè. Alles staat droog voor de regen. Kijk dan, gek. Nog meer spullen. En dan zou je denken, ja, dan zit er nog niks in de bus. That's it. We hebben meer dan 300 kilo bolies mee. Hoeveel emmers, stijgnoten. Nou, ook wel 150 kilo, hè. Zeker. Laten we droogvoer. Ja, dat staat nergens. Ja, zal ik eens even kijken hier? Kijk, hier begint het. En zo ligt de hele fucking bus vol hier. Ik denk de helft van de bus vol met bollen. Ja, het is echt bizar. Dat is echt niet normaal. Nou, de stretches doen. Ja. Stretches denk ik zo schuin en dan de rest allemaal overheen klappen. Ja. Oké, dan tegen een uurtje of 10 rijden vanavond, denk ik. Hoe laat komen we aan? Opruimen. Hoe laat komen we aan? Mijn ouders komen terug van een vakantie van 4 weken. Dus hij is één chaos. Zit en ik zijn er samen geweest. Dus, alleen maar feestjes die jongen. Ga leuk worden. We zijn er voorlopig nog niet in Scheveningen. Hoe lang is het rijden? 16, 17. Oeh, het is echt niet. Dus we moeten ook gewoon nog toe. Allemaal een keertje in. Bizar. Hoi. Yes, hoi. Echt abnormaal, moet je kijken. Het past allemaal maar net. Hebben we nog een ander deurtje? Kijk eens, tot de nok aan toe, helemaal vol. Ken ik weer de ergen. Hier staat ook weer alles vol. Hebben we hem? Gekomen, jongens. Oh! De vitamine. Nou, is het alles? Huis op slot? Ja. Even de huis zitten maar. Jongens, we gaan even steempjes scharen. Meneer de mankpoot tegen. Mankhand. Mankhand tegen normale man. Steempier schaar. Ah, oh, lekker weer. Oké, we gaan. Jij maar in het midden. Lekker. Hey. Dat was er niet, jongen. Ah. Nou, dit is toch wel even lekker, 1500 kilometer. Was even... Zin in. Lekker, man. Ja, genieten. Nou, dit is al de derde keer. Die ribboxen hoeven hier ook echt niet te staan. Ja, we moeten er heel veel knopen. Heel welke is voor jou, Chit? Heel veel. Die kan nu nog even naar achteren. Heel veel. Heel veel knopen. Deze? Ja, ik denk... Deze voor mij, hè? Lekker goed gevuld. Mocht je willen. 11:10 s'avonds en de bus is gestart. Wat? Hoppa! De buitenlandse trip van 2021. Ja, Chit, tikken man. Hebben we er zin in? Ik heb er zin in. Waar gaat de trip naartoe? Slovenië! Hoe lang moeten we rijden? 1500 kilometer! Waarschijnlijk 16, 17 uur. Ja. Dus we gaan heel lang kijk, door. Ja, ik zit ook lekker, kijk. We zijn afgehouden met koffie en met, wat is dit voor spul? Energy. Red Bull. Klein beetje dus, we gaan ervoor. We moeten wakker blijven. Let's go! Hey. 11 kilometer komt bij de A20. Helemaal licht en ik zit hier met Daniel die een tukje aan het tukje. Ja, dat is de Saabmonster. 4:25 nog. Niet normaal, ja, we hebben al 935 gedaan. Chit en ik zijn wel twee bazen. We planken hem flink door. Dus ja, eigenlijk kort voor één komen aan in Slovenië. Dus dan hebben we heel de middag nog voor vergunningen fixen, water verkennen en gewoon alles opbouwen. Dus ja. Ook tot nu toe goed. We hebben nu voor het eerst eigenlijk pas vier. Ik heb wel een beetje wegwerkzaamheden gehad, maar dat was niet zo heel spannend. Dus ja, hoop ik dat de tol weer gaat meevallen en dan. Zijn we er al? Zijn we er gewoon? Let's go, yo! Yes! Hey, ja, ja, daar hebben we er, man. Lekker even Mackie gehaald. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen, jongens. Heb jij daar lekker broodje kaas? Lekker broodje kaas of lekker Hollands. Ja, dat was druk daar gek bij de Mac. Ja? Abnormaal. Ja, die mensen helemaal gek. En die Duitsers die houden al van de vetlag. Maar bij Wietse gelaten? Wietse even een rondje lopen. Wietse is echt helemaal dood. Die... Slapen, slapen. Ja. Oh, daar heb je. Ja, daar is hij. Ewa.
Hey, hoe lang is het rijden? Te lang. Kijk dan, we staan lekker mooi tussen de rijden. Ja, 3:50 of zo. We staan binnen in de hal, man. En we zijn de grens goed doorgekomen. Misschien straks een tolwegje, maar... ja, wij zijn naïeve, domme Nederlanders. En wij wisten niet dat alles aan de hand was. Joh, wel goede tijd. Kunnen we lekker rond een uurtje of één aan? We hebben het vignet, dus niks aan de hand. Eerst lekker onderrijden, aflopen, onderweg. Ja, heel veel. Ik wist niet veel. Gelukkig heb jij heel de rit geslapen. Yes. De vergunningen zijn eindelijk geregeld. Duur geintje. En het geld is op. Ja, het geld is bijna op. Bijna 40 euro per dag. Ja. Maar, we hebben nu 3 nachten geboekt. Dan gaan we kijken hoe het loopt. Misschien een ander watertje, misschien een andere stack. Misschien gaan we het verengen. Maar je zou bijna zeggen dat het een betaalwater is, maar dat is het niet. Het is gewoon een hele dure vergunning. We zijn aardig buff. Ja, het schijnt een mooie vis te zwemmen, dus we gaan het gewoon lekker zien. Ja, heel veel stikken regels. En we kunnen lekker met de bus naar de stack toe. En dan zwemmen mooie vissen, die gaan we vangen. Yes. Oh, ik heb er zin in, joh. De chauffeur. Ja, dus ik vind helemaal niks. Kijk, we gaan en ja, het is gewoon een voetpad hoor. Nee, helemaal niet. Je mag 30 in het puur. Nou, dat zou ik niet doen. Pas op de hummel. Rij maar. Ik weet niet of het goed is. Ja, rij maar. Ben je die kant op? Ja. Ja, rij maar door. Ik hoop niet dat je vast komt te zitten. Ja, dat dan. Gas, 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 gas. Gas, gas, nu ja. Oei, 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 oei. Die zijn goed hier zo. Nou jongens, plan de campagne. Nou, we hebben net even bij de stack gekeken. Wind staat er goed op, mooie stack. We zijn er bijna. Nee, ja, het gaat heel lastig worden. We hebben hier een aantal hele grote kuilen met modder en zo. Dit is de modderstroom is dit volgens mij. Ja. Dat is echt niet normaal. We zitten na en hebben even hout gespokkeld. Ja. Maar ik mag ze besturen, maar ik zie al niet zo zitten. Kijk. Ja, kom. Ja, kom. Beetje hierheen, beetje hierheen. Ja, ga je. Gaat goed, Adje? Ja, kom maar. Kan dat? Ja, ga je. Kom maar. Ja. Ik zou in één keer gassen. Nee, nee, gewoon hier is koud. Jo! Rijden! Ja! Oh! Het scheelde niet veel. Was dat spannend? Ja, zo, maar deed je die koppeling heel laat pas? Hoi! Jezus, kijk dan. Eén ding is echt het beste wat ons kan overkomen. En ook wel een minder dingetje, en dat is de wind. Ja, hij staat keihard te blazen op onze kant. Daardoor wordt het wel veel lastiger met hengels uitvaren en voeren. Ja. En we kunnen de drone niet gebruiken. En de voerboot niet. Maar voor de rest... Volgens mij wordt het morgen wel een beetje mild weer. Zonnetje. Kunnen we in ieder geval wel aardig voer erin flikkeren. Zeg. Ja. Die wist die komt al. Want we mogen vanaf vanavond, vanaf 12 uur vissen eigenlijk. Maar we gaan eerst even voeren, eten en zo dat. En dan kijken we wel. Misschien morgen wordt het hengels in. Waarschijnlijk even rust geven de stek. Dan zien we wel. Wat heb jij nou weer gedaan? Ja, jullie dachten dat wij goed konden knopen, maar doktoren kunnen het ook. Moet je eens zien. Eigenlijk de dag voordat we weggingen, besloot Chitten om een Stanley Messi door zijn hand heen te rammen. Ja. 7 hechtingen verder en we mogen eigenlijk niks tillen met deze hand. Maar het gaat al een stuk beter. Ik voel er eigenlijk amper wat van. Alleen als ik het hard stoot of wat zwaars op til. Maar over een dag of 7 mag Wietse of Daniel even die hechtingen eruit vissen. Echt geen zin in. Heerlijk. En we hebben al extra veel pech gehad. Ik val een vrouw. Daniel en ik, jij ziet het vandaan. Ik val nu bijna vrouw, moet kijken. Wij hebben alles al moeten tillen. En de bus natuurlijk ingeraden. Want shit, er mag natuurlijk niks tillen nu. Dus, maar goed, we staan op het water. Het is echt een prachtig stek. Ja, het is wel mooi hoor. Wind staat ziek goed op de kant. Hopelijk morgen, overmorgen en die dag erna weer. Best wel een grote brede stek. Dus we kunnen hier makkelijk 6 hengels kwijt. We mogen 2 per persoon vissen. Ja. En dan
Morgen even kijken hoe we het gaan aanpakken. Yo, Tilling, je hebt gekookt. Yes, chef Maestro is weer lekker bezig geweest. We zijn kapot, uitgeput, we kunnen niet meer nadenken. Gewoon echt een lange reis achter de rug gehad. En we willen eigenlijk beginnen met vissen, maar eerst moet het magisch gevuld worden. Ja, ik heb een grote pan van Ritsmonker nu. Kijk, we hebben lekker rijst ingekookt. En die heb ik net afgegoten. Kom maar eens even mee. Wat hebben we nog meer? Ja, hebben we nog meer. Kijk, hier zijn we lekker kip aan het bakken. Oh. Ja, ook lekker. En dan hebben we ergens nog een sausje staan, chicken tonight. Gaan we zo, zo meteen lekker doorheen gooien. Goed, gaan we eerst even de magisch vullen. Hallo. Nou jongens, het is echt genieten. Daan en Chit hebben het goed gemaakt. En dit had ik echt nodig, joh. Maar het mooie, ik was dus vorige week met mijn neef Erwin in Frankrijk. De video's staan inmiddels online. En we wilden eigenlijk stokbrooddagen in de Decathlon doen. Of in de supermarché, de Intermarché. En ik zag Kronenburg staan en ik denk, die gaan mee. Dus even twee van die grote dozen meegehaald. Voor Slovenië, want dat is natuurlijk wel traditie bij een buitenlandse trippie. Dus we zitten voorlopig goed gebakken. Ik zeg proost. Hey, lekker. Ik zal het voor jou doen, hè. Top. Zo jongens, echt, ik ben zo zenuwachtig. We gaan gooien voor de stack. Je moet dus tussen de kettle staan. Ja. En we hebben daar een dekseltje gericht. Ik zal even inzoomen. En eigenlijk gewoon wie het dichtst bij zit, heeft de eerste stekkeus. We hebben net de stekken bepaald, links, rechts en midden. Juist. Als je links zit, zit je heel ver, heel dicht bij andere vissers. Midden weet je eigenlijk wat je krijgt en rechts, daar kunnen nog vissen komen. Dus dat kan positief of negatief. Alle drie denken wij dat rechts het beste zou zijn. Ja. Maar goed, we zijn hier pas net. Dus begin maar dan. Ja, ben gek. Ik ben laatst begonnen. Laatste video. Jullie gaan. Ga jij beginnen? Nee. Steenpier, schaar. Zitten. Daan, de rietje dan. Oké. Nee, maar het is echt kut. Berg op. Daan, doe jij met het andere beeld vanaf daar. Met de andere kamer. Waar is de andere kamer? Staat daar. Ik ben hier veel te zenuwachtig voor, joh. Ik ook, jongen. Zet de statiefje erin. Misschien gaan die vissers morgen ook weg. Dan heb je gewoon een goede stek. Ik voel me net of... Ik film die niet? Heb je op de speler? Yes. Oh. Nee! Oei. Nee! Okay, hij rolde echt veel te mooi. Ja. Okay, hij stuit er ofzo. Wietjes, hier pak je camera. Nee joh. Ik ben sowieso de lul. Ik ben zenuwachtig. Ik ga hem verneuken. Wat? Oh. Ja, wietjes verder. Ja. Ja. Daar mag ik echt niet verneuken. Wel niet gewoon. Nee, die gooit een god van de wijnen op zelfs. Ik ga rechts. Ik ga midden. Oh, ik dacht echt dat ik de lul was. Ja, dat dacht ik ook even, maar goed. Toch lekker. We hebben het gedaan, Pik. Afgelopen sessie, wat gebeurde er? Zwemles. Zwemles voor de drone. En we hebben toch even een nieuwe aangeschaft. Ja, zijn broertje. Zijn broertje, hij is lekker aan het opladen. De geüpgrade versie deze keer. Mavic Mini Pro 2. Ja, alsof we gesponsord worden, maar dat is het niet. Hij is een duur geintje, jongens. Ja. Nee, goed, vanavond en morgen even vliegen. Yes! Ha! Nou, daar in de verte zat Chit en flink te strooien. Ik ben aangekomen bij mijn voerstrook. Hier hebben we een overhangende boom. Echt aan de kant gewoon. Zou je denken, ja, echt heel dichtbij. Goed dat is het ook, maar we hebben met de dieptemeter eroverheen gevaren. Blijkt het dus een diepte van 3 meter te hebben, hier vlak onder de takken. Gewoon echt zo'n stukje van de kant af. En ja, goed, mijn oranje marker zie je een klein stukje verderop daar. Ik weet niet of je die kan zien op de camera, maar ik ga denk ik vanaf hier een voerstok maken van zo'n 10 à 12 meter. Dan loopt het ongeveer af, ook tot en met een diepte van 12 meter. En dan ga ik één hengel hier tegen de takken met de slip dicht vanaf de zeger op 3 meter diepte positioneren. De andere hengel ga ik op een diepte van 8 meter leggen. 1 strakke lijn, voor de rest 2 slaplijntjes erop. Althans de linker niet met de obstakels. En ja, hopen dat de karper gewoon lekker vanaf de andere kant komt azen. Lekker gaat vreten. En dan gaan we er tegenaan. Moet komen. Ik heb hier thuis een mixje van hot tuna bollen, tijgernoten, mais, boekweit, hennep. En wat zit er meer in? Rode etten. En nog een vleugje tonijnvlever. Dus ja, dat is lekker ingetrokken. En dan gaan die karpers heerlijk vinden. Kijk.
hele wolken van die hennep en die tonijn over door het water. Dan gaan we een klein beetje varen en om mijn scheppen. Het is al 10 uur, we zijn helemaal naar ons eind. We hebben denk ik 15 kilo, nou, bijna 15 kilo per persoon gevoerd. Dus in totaal hebben we bijna 40 kilo voer erin gegooid. Dat is aardig gek. En ja, we hebben allemaal even één hengeltje gewoon single, niet eens op ons voerstek gelegd. En als mocht die afgaan, gooien we ook niet meer in. We willen een beetje slapen en de stek rust geven. Dan gaan we morgenochtend 5 uur alle hengels in knallen en dan moet het helemaal goed komen. Het is niet normaal, ik denk dat de wind er op 5 staat, ja, op onze kant. En echt keihard op de stek waar wij gewoon allemaal hebben gevoerd. Ja, het water schijnt goed windgevoerig te zijn, dus we gaan knallen. Het zou morgen prachtig zijn. Dus stek rust geven en hopelijk legt dat morgen zijn windeieren af. Juist. Goedemorgen. Heerlijk. Goedemorgen jongens, het is inmiddels 5:10, mijn naam moet ik zeggen. Ik heb dan natuurlijk de jongens wakker gemaakt, maar na die dag als gisteren had ik al zo'n vermoeden. Maar ze zijn blijven liggen. Dus ik heb vanaf nu te vissen. Ik ga ze even vragen waarom hun er nog niet zijn. En ik ben benieuwd. Hey. Hey, waarom lig je nog niet te vissen? Ik ga even. Hey. Een uurtje. Een uurtje? Ja. Het is dan nog niet 5 uur, hè? Nee, 6 best. Volgens de afspraak. Oké. En natuurlijk. Tiedek? Uurtje? Nee. Wat dan? Hey. En? Op mijn moe. Hoe lang nog? Ja, ik ben in principe wakker, maar. Dat is wel zin. Lekker veel latertje. Nee, ik ga het zo doen. Oké. Is goed. Ja, ik richt de vissen. We zijn ondertussen weer een beetje bijgekomen. We waren aardig moe. En we zijn lekker aan het ontbijten. Hey chef? Daar zijn we. Ja, maken. Even kijken. Een ei met tomaat. Lekker man. Spek erbij, kaas erbij. Dit is ook een chill dat ze aan de bovenkant aanvoegt. En stand van zaken? Ah, we hebben nog geen piep gehad. Ja, een wel. Beetje. Ja. Vandaag een baas hoor. Dat is waar. Daniel, 1 vis verspild. Geen aanbeet gehad. Ja, echt raar man. Nou jongens, ik dacht, ik kan net niet met de werppijp, met de tijgenoten, op mijn markt komen. Ik doe mijn waterkraan, kan ik een stapje ver. Shit, staat te kijken, ik zeg, ah shit, ik kom hier nog best ver over. Dus ik doe een stap en hij ging door. We gaan eens kijken wat de schade is. Kijk, ja, ik heb broek hier vast. Ja, ik was net op tijd. Het valt wel mee, hè? Het valt wel mee, hoop ik. Hij wordt wel lekker soppen. Lekker soppen. Vacuum. Oké, 1, 2, 3. Het valt reuze mee. Het valt reuze mee. Alleen een nat broekje. Een nat broekje en een breng ik tot nu toe. Maar dat komt goed. Goedemiddag jongens. Zoals jullie aan mijn hoofd zien, zit het nog steeds niet mee. We hebben nog steeds geen ene fuck gevangen. Geen piepje gehad, geen stootje. Ik kan hier al meer dan een half uur aan het observeren. En ja, het lijkt wel helemaal dood op onze stek. We zijn aardig ten einde raad. Best aan mijn engels. Alimentarian, niet te staan daar beneden, maar we weten het echt even niet meer. Goed, bij ons ook wel eens. Nou, we zitten hier met onze Kroatische maat die ineens aankomt wandelen. En die hebben geld zat. Die hebben geld zat? Ja. En hij zit direct in zijn tientje. Oh, nog gek. Oh, mooie wannen. Mooie wannen. Is Amsterdam? No, Amsterdam. Ja, hij had er een roppel met korte pootjes. Dus ik vind het op zich wel inventief gezonder zo, tegen een boompje aanzet. Zodat ze top goed omhoog kan, zodat hij voor de kan niet kan verspelen in hun en aan rotsen waardoor je rijnberg vasthaakt. Oh shit!
holy shit. Hij doet niet los. Hè? Zo, hij doet niet vast. Nou, wat gebeurt er? Zo, echt niet helemaal dit. Zijn bezig met de helemaal vleugel, jongen. Die roppel stond tegen de boom. Ja, vast niet. Wat weet je niet? Ga in de boot. Die hengel vliegt het water in. Ik maak vanaf vlot een snoepluik met mijn waterpak aan. Helemaal doorweekt en daar sprong ik over het water. Zo. Heb je je telefoon nog in je broek of zo? Met mijn AirPods zitten allemaal in mijn zakken. Zo. Jullie met de boot of niet? Ik zou wel gaan. Ja, ik kan wel een beetje hier krijgen, hè? Ja? Rekken, man. Zo, eindelijk, hè? Godverdomme. Zo. Hoe voelt dit? What the fuck, ik sprong echt bijna in mijn water. Ja. Hij was bijna weg. Ja. Het scheelde zo weinig, zo stuk. Stond je schip wel open? Ja, ja, best wel, maar hij vloog helemaal voor. Zo. Zo. Lekker, man. Hey. Eindelijk. Hey. Ja, lekker, man. Ja, die heb je wel verdiend. Yo, wat was net daar gebeurd? Ja, ik lag slapen. Al biedt ze even die Slovee meegenomen. Was hij even weggelopen, heeft de Slovee twee pakken sigaretten van mij gemakken uit mijn tank. Ja, ik dacht, de Slovee liep achter me aan. En die zat een beetje te praten. Dus hij ging opeens zitten. En ik dacht, nou, dit moet gebeurd kwaad. Dus ik keek heel even bij mijn Engels. Pak hij even zo een pakje sigaretten weg. Ja, en we kwamen pas af toen hij weg was. Zo, dit was echt gek huis. Zo, maar nu heb je extra vriend, man. Hopelijk komt hij binnen. Ik hoop het ook. Pak het schermen? Ja. Zo, zo'n kleine en zo'n harde rug. Chill, je wilde nog verversen toch? Ja, natuurlijk aan. Eerst chit even. Ja, 8 uur zo. Opa! Eerst is een feestje. Fuck off! Lekker pik. Ja, lekker, lekker, lekker. Sorry. Kijk, allemaal tijgenoten zo, kijk. Ja. Kijk, ja. Dit is tijgen zijn. Tijgenootjes zo. Ja, jongens. Ja, ze zitten er nog. Toch wat voeren eten, hè? Ja, ja, lekker, lekker. Ja, hoor. Daar is die, hè? Eindelijk de eerste Sloveense visje. Een spiegeltje, weliswaar. Het is nog geen hele dikke. Wat schatje hem, Chit? Ik heb 6. Mooi schatje. 6, 7, wat zal die zijn? Nou, ze zitten tenminste op het voer. Die voer is ook van gisteravond. Is toch even goed uit gaan pakken. Ze scheidt het volledig uit. Althans, deze kleine doel ook wel. Oma halen voor mij. Ja, nou mag ze overgroot opa uit de leger nog. De Tweede Wereldoorlog die mag komen. Juist. Deze jongen gaan we lekker terugzetten. Misschien vallen we hierna helemaal. Dit mag die. Yes. Hoe stel je, jongen? In het ruige water. Zo, daar is die. Oude soldaat. Lekker. Zien. Ik weet niet of jullie het even horen. Een harde wind op het water. En je ziet daar in het hoekje vol op de wind. Zit dus hoor. Daar heb ik het nu zo helemaal in liggen. Daar kwam ik de visnet vandaan tegen het boomtje. En zeker denk ik wel 10 kilo weer op gevoerd. Boekjes aan het roeien. Zo meteen gaan we mij 2 hengels uitvaren. Ik ga deze emmer voeren. Een mix van de rotuna en wat pijpen. Ik denk dat een kilootje of zal het zijn, 5-6 is. We gaan het zien. En nu zijn de jongens aan de beurt. En het leek de jongens een goed idee om 2 hengels tegelijk uit te varen. En lukt het? Nee. Nee, nou, ik zal jullie even aanmeren. Ja, we gaan deze nacht dus wel doorvissen. Gewoon serieus met 2 hengeltjes de man. En we gaan wel zien hoe het uit schip staat. Even andere strategie gisteren, even met rust laten. Was niks, nu gaan we gewoon keihard op vissen. Nou, ja, een paar vissers. Mocht het nog niet lukken, mochten we nou maar 1 of 0 vissen vangen, misschien 2, gaan we wel weg morgen, of niet? Ja, andere stack zoeken. Ja, dan gaan we een andere stack verkassen. Ja, ik heb geen idee of jullie wat horen. Want er is een wind. Dat is niet normaal, die wind. Echt niet normaal, zo! Die wind zet aan en hij ging meteen los, hè? Ja, die wind is echt niet normaal. Het is of niks of brazen. Het is niet normaal. Oh, dit is lekker. De tweede. Ja, oh, kijk die inhaken, kijk die inhaken. Kijk dan. Wel een mooie weer. Hoeveel? Kijk. Kijk, hè? Heel. 2 emmers stijgers van weg. Ja? Kijk die inhaken. Ja, niet normaal, hè? Ja, best wel 20 mm bol, 15 mm per punt. Wat doe je het voor? Yes. Ja, zo! Hé, hou even vast aan. Blijf. Zo die? Ja, dat is mooi hoor. Hoppa, weg ermee! Dat is niet normaal. Die hebben we daar. Goedenavond jongens. Nacht. Nacht. Zeker weten. We hebben hier chitten met een kromme top. Dat is helemaal top. Nee jongens, heerlijk.
eindelijk. Eerste vis voor mij van de vakantie. Hangt aan, hij is nog niet binnen. En we gaan hem even afdrillen. Eindelijk. Ook mijn eerste vis waar ik goed contact mee heb. Niet normaal, ik heb denk, hoe laat is het nu? Vier. Vier? Ja, ik heb rond één heb ik dus in 10 minuten tijd 2 runs gekregen. Eentje zat vast in de bodem in de obstakels, die schoot los. Toen wilde ik die met de boot pakken, ging mijn andere hengel af en die schoot ook los. Ook door die obstakels. Heb ik even mijn hengel op een andere plek gezeten met minder obstakels op de gok. Dus iets verder, dus we moesten goed rennen om hier te komen. Maar hij ging gewoon af, binnen 2 uur dan. Ja. Genieten, het voelt goed, dus ik ben heel benieuwd. Kijk, de beesten zijn ook wel lekker actief. Kijk, oh gek. Je ziet het, hè? Niet normaal, steken me helemaal. Wat is er gebeurd? Heel veel vis? Ja, oké. 2 vis net. Zo lang buiten? 12 kilo denk ik ongeveer. 11 of 12. Dat klopt lekker. Van iemand het net zeggen. Zo, de kreeft bij. Echt? Ja, what the fuck. Kun je beest? Zullen we pakken? Kijk. Wat is jouw met je hand? Volgens mij precies 10. Oh ja. Ja, precies 10. Precies 10, hè? Is het maar 12 of niet? Ja. Chill. Ja. Netje pik is 20 van de sessie. Hoppa. Bam. Yes. Kun je even één aan dingen door mijn haar doen? Zit het wel. Doe het met een natte handje voor je. Adel of zo. Ja? Weet je Adolf? Lijkt Michael Jackson wel met de handschoen. En zijn schreeuwen. Oeh! Ik ben nog maar eens filmen. Jongens, waarom zijn ze nou zo druk altijd? Hey vriend, ik doe het heel veel rustig, mag je zo zwemmen, oké? Spreek je dat af? Ja, ik deed het wel heel even. Ja, jongens, daar is hij dan, de druk te maken. Eindelijk mijn eerste Sloveense vis. Ik heb even anderhalve dag op moeten wachten. Maar daar is hij dan. Prachtige spiegel. 10 kilo lukjes rond. En was het wachten waard. Dat er maar vele mogen volgen. Prachtige vis. Mooi visje. Ze open gaan halen, jongens. Kijk, chef. Gaan we nog goed volgen aan. Kijk terug. Hij is 11,8. Nice. Netjes. Hey jongens. Ook mijn eerste Sloveense vis. Beauty van de schub, 11,8 kilo. Ja, bizar bij mee. En zoals ik al zei, hij kwam op de stek die ik half uur de nacht heb. Het begin van de nacht eigenlijk heb gemaakt. Omdat ik te veel lijnen verspeelde eigenlijk. En hier lijkt het wat schoner, want ook mijn trigger zo is die niet vastgelopen. Ja, prachtige schub zeg, lekker hoog. Goed buikje erop, 11,8. En dan mogen we gaan. Lekker zo. Door, we gaan lekker zo door. Knallen. Nice. Huh? Mooi visie. Prachtig vis, jongens. Zo, meteen zo diep hoor. Lijkt diep in de nacht. Echt ziek. Kijk. Ik zeg van doorwerken. Yes. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. We brengen een ijsje om de dag goed te beginnen. Ja. Zo is het. Goedendag gehad. Nou ja, 5 runs. Het kan, maar ik had eigenlijk wel meer verwacht. Maar Chitter gaat nu zijn hengel binnen draaien. Ja. En waarschijnlijk zit hij vast. 100.000% dat hij vast zit. Het gaat gewoon goed. Bizar. Shit. Wat vind jij? Verloop van de nacht? Kan beter, moet beter. Maar ze worden groter en groter, hè? Dat wel. Jongens, ik zal ze tactisch uitleg geven. Dit is eigenlijk het richtje waar ik mee heb gevist vannacht. Gewoon een simpel rootje, 100 gram. En dan een normaal richtje. Je kent van mij wel. Gewoon een stukje soepel, een stukje stijf. Met een haakmatje. 6 is het en een hot tuna boy van tijgernetco.nl. En ik heb eigenlijk, even kijken of hij zit. De marker. Altijd even zoeken. Hier zo. Ligt de marker, dat is eigenlijk de grens van Chit en mij. Ik heb eigenlijk heel dit stuk, zo een strook gevoerd, afgelopen 2 dagen.
heel verspreid met één keer, of nee, ik ben twee keer met de boot op geweest met tijgenoot heel verspreid en de rest gewoon bol met boeienpijp bijvoeren. En dan ga ik hem hier voor die voerstrook leggen, zodat de vis daarachter kan azen zonder lijndruk, zonder lijnen tegen te komen. En dan hoop je die vissen vanaf de randjes van de voerstrekken te strikken. Ik heb eigenlijk een stuk meer vertrouwen gekregen door die drie rust dus gehad vannacht. Twee verspeeldraas, één gevangen, wel mooi. En ik ben al een stuk positiever dan een dag geleden. Het weer gaat omstaan. Ondanks dat het superveel gewind gewaaid heeft en we dachten dat het goed was, wordt de komende dagen zonniger en minder wind. Hoop ik dat de vis hierop reageert. Dus ik ga gewoon lekker opnieuw ingooien. Extra veel bijvoeren. En hopen dat we overdag ook actie krijgen. Anders komt het vannacht wel. We gaan waarschijnlijk toch niet verkassen. Maar we moeten nog heel even definitief maken. Ik voer dus eigenlijk afgelopen anderhalf, twee dagen al een mix van Optuna en Scopexpollen. Soms mix ik ze in één zak door elkaar, maar soms gewoon twee verschillende zakken. En het vis is natuurlijk afwisselend. Ik had die vis vannacht op de Optuna, maar ik heb dus ook eentje verspeeld op de Scopex. En nog één op de Optuna. Dus ik ben altijd wel fan van om twee verschillende smaken boeien door elkaar te voeren. Dan je krijgt vanzelf wel door waar de vis het meest op reageert. Dan kan je daar op een gegeven moment mee doorschakelen. Maar dat idee heb ik nu nog niet. Dus ik blijf nu gewoon één om één vissen en dan merk ik het vanzelf wel. Deze stek heb ik half in de nacht aangevoerd en begon mee te vissen. En daar kwam de vis vanaf. En is eigenlijk 100 meter verder, 50 meter verder van onze stek. Maar vanaf deze kant kan ik ook op de voerstek vissen zonder dat ik die obstakel in zit, zodat ik niet elke keer mijn lijn verspil. Dus vandaar dat ik hem hier heb gelegd. Ook eens even aanvoeren. Ja, dit is toch wel genieten, hè? Hengel 1 en de hengel 2 vandaan, ja. En wie hebben we daar? Meneer de roofvisser die alle kanjes aan het uitpuizen is. Lekker hoor. ja, ik heb nog niet veel gevangen. Eén rug had wel gevangen of zo. Dus ik ga even nieuwe stekken kunnen zoeken. Ik doe met de keeper. Ik dacht dat hij kapot was, maar we gaan het gewoon weer even proberen. Nou, succes. Bedankt. Ja, je zou denken dat is vis. Vaart door zijn eigen rijden. Pico Bema BV met Zitten van de Zee. Kijk jongens, ik ben even met tijgers aan het bijvullen. Dan moet je kijken hoe erg het slijm trekt. Ruikt het jongen niet normaal. Je ruikt gewoon de alcohol. En, je bent er bijna dronken van. Ja, ik ga even een emmertje vol scheppen. Dames en heren, allebei de hengeltjes liggen hier op de grond. Die hebben we zojuist even binnen geruikt. Ook die van Chitten, omdat we zijn een beetje ten einde raad. Het is niet het gewenste resultaat waar we op gehoopt hebben. Het is een beetje stilgebleven vandaag overdag. Dus wat hebben Chitten en ik bedacht? We gaan gewoon kijken tot waar het taluut stopt. Dat is in dit geval op een meter of 16. Nou, daar hebben we zelf nog nooit op gevist. Dat vinden we ook een beetje spannend. Weten we of er vis zit, misschien zit er spronglaag. Dat weten we in totaal niet. Dus goed, we hebben ongeveer een strook van 100 meter à 80 meter aangelegd. 10 kilo voer opgesmeten, misschien wel 12, 15. Ik zou het niet precies weten. 4 hengels erop en dan gaan we het meemaken. We moeten gaan variëren in de dieptes. We gaan het proberen. Het zou lekker zijn als hij afgaat. Maar... De snelweg is het, hè? We hebben de snelweg aangelegd. Proost. Staan ze, hoor. Jongen, proost. Hatsen. Hoe goed is het, hè? Ja, jongens. Het verschil moet er wezen. Hallo. Ja, jongens, ik weet al dat het eigenlijk fout ging. We hebben nog niet veel op geruk gehad. We staan het hele visteam gerukspogo. Dus vannacht, jongen, had hij bed gekomen. En dan gaan we shotten voor vader. Want let's go. Bam! Ja. Is dit dan? Ja. De verre hengel. De diepe hengel. De diepe hengel. Ik ga pakken. Lekker man. Knal, hè? Ik ga gelijk even hierheen. Op het slot. We hebben net een hamburger eten. Ja, deze nacht gaat knallen. Maar wat denk je? Nou, ik durf niet te zeggen. Het vecht een beetje als een kleine karper. We zagen net een kok aan opvakt, maar we zagen de vis al niet. Dat is altijd een goed teken. Dat is een goed teken. Het is kleintje. Ik zou hem. Ja. Goed zo. Maar hij blijft eigenlijk diep. Dat wel. Maar... Is dit dan die bak waarvoor jij naar Slovenië rijdt? Nou, we hebben net gezien. Ik dacht dat het echt heel klein was. Hij is wel iets groter. En heel mooi. Een halve rijen, denk ik. Past dat niet zo bij jou? Zo, oké. Nou, met toppen naar beneden, dus ik sowieso door al die bomen. Ja, dat zag. Nee. Ja, nou, hij blijft wel echt lekker diep. Maar goed, Chit, ga je het netje maken. Oké, joh. Oei.
Oei, oh, kijk, dit is wel mooi, hè? Jongens, dit wordt het eerste shotje. Dit wordt het eerste shotje. Nee. Ja. Ah. Ja, ik dacht echt dat het een Braals was spelen. Wat doen we bij 30er? 30er gaan we een shotje doen, 40er iedereen 2 shotjes. En degene die 50er vangt, moet het atten. Die moet 5 shotjes in zijn eentje doen. Ja, mag mijn baard eraf, mag mijn baard eraf. Oh ja, en een 50er? Nee. 30er mag de baard eraf van zitten wel. Ja, wel, kijk, jongens, ik denk aardig sikkie, aardig sikkie. We waren aan het sparen. Saar, die zou heel graag weten. Ja, hij is nu bellen aan het blazen zelfs. Oeh. Kijk, ja, ik probeer het. Ja, kijk. Ja, zo, ja. Oh, dit is een 30, sowieso. Ja, dat weet ik wel, zieke rijden. Hij is 14.3. Ja! Zo, lekker man! Zo, hey, lekker, lekker, lekker. Hij is mooi, kijk. Hij is mooi, jongen. Kijk dan. Hij is ook hoog. Nou, hij is geen 30. Ja, die andere is geen 30. Nee, hij is geen 30. Nee, ik denk 25, 26. Hij is daar wel bovenaan het kastement. Lekker. Nou, jongens, heb je nou zo'n vis die heel raar gehaakt zit en dat die van zit in een nest? Knip gewoon je onderlijn door en duw dan de haak er doorheen. De her. En de her knip je ook even door zodat je de vis zo min mogelijk schade brengt. Die haak die kan je dan later wel losmaken uit schermen. Okay. En dan is die vis tenminste zonder schade. Ja, dat is dik, hè? Ik denk 13, 14. Die andere kant is mooi gek. Ja, zullen we even kijken? Of die op het voer zit. Ja, dat is allemaal veel rustig. Rustig. Kuit. Wie? Is mijn jouw kuit? Ja, mijn kuit dat staat op springen. En even op tillen. Mooie karper. 30 pond tikt hij aan, maar moeten we nog wel even de weegmat afhalen. En ja, Chit en ik hebben even een andere tactiek aangepast. We dachten, nou, we gaan lekker op 16 meter diepte vissen. 100 meter aangevoerd, 4 hengels erop. En de eerste hengel die loopt, komt van de 16 meter af. Voor het donker, hè? Kijk, deze halve rijen, net niet helemaal. 14 kilo met sling, dus ja. 13 kilo of zo. 15 kilo toch? Oh ja, 15 kilo. 15 kilo. Nou goed, we hebben foto's gemaakt. Deze jongen mag zwemmen. 140 uur. En dan gaan we even de sling nog even wegen. Onze grote ving. En weg is die. Heerlijk. Lekker jongen, van de 16 meter. Bam. En een voetballer. Hier ben jij. Goedemorgen jongens. En wat gaan we doen? Naar de tafstek. Naar de tafstek. We hebben geplankt vannacht. Het is ongeheubelijk. Godverdomme. Half zes uur gaan we in de boot. Oké, de minimale gaat mee. Zie je hier. En de rest gooien we in de bus. Dan gaan we op de dagstuk vissen. We hebben gisteren 50 keer gevoerd. Als het niks wordt, dan verlaten we dit water. Maar vannacht een drink. Ik snap er niks van. Hey jongens, het kwam er aan. Ik kwam er gewoon in. We gaan nu echt naar een sterk 8 toe. En die is al 2 dagen rustig. We hebben Duitsers voor ons, hebben heel goed gevangen. En het is hier zo onafhankbaar. Als je weer met boot kan komen, dus vandaar dat die sterk vaak dingen krijgt weer. We gaan nu echt 10 kilo bollen, 15 en 20 mm hot tuna. En het is het 7 kilo tijger gevoeren. En dan gaan we morgen de dagsessie knallen. Waarschijnlijk de tenten staan, alle waardevolle spullen in de bus. Dan gaan we weer met de minimale met de bootje naar de stekker. En dan we gaan we wel kijken met 4 hengeltjes. Ik ben heel benieuwd. Hey jongens, lekker scoren. Gooi je 20 hier boven. Nee, oh ja, 10. Beetje meer opzij. Ja. En hoeveel waard is dat? Mark hier. Luid ook. De mensen weten nu wat er gebeurt. Ja, dat is goed. Doe jij het tijgers? Anders heb ik te veel bol. Nog verder, hè? Hm? Waar ga je helemaal heen, joh? Ja, we moeten een beetje breed. Dan krijg je nooit Vienna's bij. Dit is echt niet normaal.
enige wat niet kon gebeuren is gebeurd. Wij zijn rustig alle markers aan het uithalen. Ik had twee lijnen die vast zaten. Is er dus in de tussentijd van een andere stek, een Duitser, die even op onze mooie dagstek is gaan zitten. God, die dik. Die gewoon snel uit zijn beugje erin waarde voordat wij erin waren. En wat vinden wij dan? Het zijn altijd Duitsers. Altijd. Even lekker, even 15 kilo erin gegooid gisteren. Ja. En we zijn gewoon een half uurtje te laat. Mooi, en nu is Wietse, het is half in de ochtend. Dus Wietse in de boot naartoe om die Duitsers even te vertellen dat hij moet wegwezen. Ja, dat gaat natuurlijk never nooit niet lukken. Nee, hoeveel kans geef je dat de Duitser weggaat? Ja, nul. 0,0. Ja, jongens, het lijkt hier allemaal flink tegen te zetten. Tuurlijk. Het is de gisteren is 20 kilo gevoerd ongeveer. Zie je opeens nu zo'n bootje. En wij dachten van nee, dat was die stek van stek 6, die guy. Maar het is dus een nieuwe gozer. Hij heeft de stek geboekt van vandaag tot en met zaterdag. Dus we zijn precies te laat. We hadden eigenlijk gisteren moeten boeken. Maar hij zegt ja, ik snap wel als je 25 kilo hebt gevoerd, dan dat je wel even op wil vissen. Dus we kunnen nu vanaf stek, die stek ervoor, kunnen naartoe vissen. Moeten we wel uitvaren. Kunnen we alsnog drie hengels op vissen. Kunnen we een paar uur de tijd geven, zodat we toch kunnen kijken of de vis op onze voerstek zat. En dan gaat hij er vanaf morgen vissen. Dus dat is wel zo aardig van hem. Ja, dus mogen we gewoon vanmiddag nog vissen? Ja, ja, heel de dag nog. Ja, dus dat is wel chill. Dus we kunnen toch proberen om een paar visjes ervan te halen. Ik denk dat het echt wel moet goed komen, want we hebben zoveel gevoerd. En hier zitten ze niet. Dus dan gaat hij er vanaf morgen op vissen. We gaan door naar de dagstek. En ik zie iets en Daniel doen. Yes. Lekker dan. Goedemorgen. We zijn onderweg naar de dagstek. We gaan het even proberen. Of het nou drie uurtjes niks worden, dan gaan we gelijk inpakken. Wegwezen met de bus en dan gaan we naar het volgende watertje. Yes, en dan hebben we de dag nog. Ja. Maar ja, het is toch zonder 120 kilo. We zijn blij met die Duitser dat hij dat ook snapte. Ah, hij is wel gewoon, moet ik zeggen. En dan mocht hij er vanaf morgen vissen. Dus waarschijnlijk heeft hij een mooie stekje hier alvast morgen. We zijn onderweg naar de volgende stek. Ja, dat is echt een chaos. Ja. We hebben niet genoeg ruimte in de boot, prima. Stel je voor, je moest het allemaal lopen, hè, alle spullen. Dan zijn de stekken eigenlijk beter. Ik kom heen in de boot komen. Jezus, waar zijn we? In de fucking jungle. Zo richt hij dan, hè? Het sierpaard. Lekker, dat is wel. Lekker, is het gek? Jullie kunnen wel drie van banje. Ah, jongens, een mooie stek. We hebben geluk. Kijk, daar is de Duitse. Geef voor je beeld voor me. En daar zo is de marker. Dus ja, we kunnen gewoon toddel met twee hengels één vissen. Hoor je eentje misschien in het baadje? Wie weet. Lekker ook niet. We gaan nu weer terug naar de homestack. We gaan verkassen. Maar het stonk heel de tijd en dat komt dus door deze unit. Moet je eens even kijken. Ik zal even kijken. Wat een zieke shit. Moet je kijken hoe groot dat deze is. Dik jongen. Dikke 30, hè. Bizar. Zo jongens, jullie zien het. Ik krijg spullen van Wietse aangegeven en dat betekent dat we kassen. We hebben geblankt op de dagstek. Vaarskeus. Expres, hè? Niet zo hard. Hè? Huh? Eentjes achter. Nee, actieve. Ik ga je. Sorry. Ik ga maar. Het grote opruimen van Stijn is weer eens begonnen. Ja, dat gaan we weer pas. Nee, kijk, we hebben even heel de bus even leeg gehaald. Nou goed, je kent het wel. Ja. De bus staat nog half vol. Enkel met voer. We gaan even proppen. Proppen pas alles. Het ongekende is gebeurd. Het moest een keertje van komen bij het DBW-team. Heel de bus zit er helemaal vol. Dat hebben we even goed geregeld. We waren onderweg met al het afval en de bus naar de eindlocatie op naar het volgende water. Wat is er gebeurd? Lekker bam. Nee. Dit is echt het allerergste van het ergste. Kijk hè, door dit kleine schaafje. Ja, klote zo. We staan midden in de middle of nowhere. Zo. Weet je hoe dat moet, Wiet? Ja, maar die bus is te zwaar, waardoor die kick. Ja, die is veel te zwaar, dus alles mag eruit. Nou, ik weet het nog niet zeker hoor. Ik denk dat die veel te zwaar is. Ik weet het zeker. Waar ben je tegenaan gereden? Een heel vies paaltje verstopt in de bosjes. Ja, en toen dat. Zo, het was een harde klap hè. Hij spoot, denk ik. Helemaal dood. Ik zou jou kijken van wat gebeurt hier. Hoi. Wij staan nu in Slovenië en wij hebben dus een puntje van een ijzer ding geraakt en nu is dus de band lek van de bus. Ja. Hey. Dus oh, sorry. Dat is nog helemaal minder. Hoi.
Ja, jongens, ik zie hier dus de reserveband. Maar het nadeel, het ziet er naar uit dat het zo is best een oud bandje met weinig profiel. Dat ten eerste. En ten tweede dat je hem vanaf de binnenkant los moet maken. Of dat het heel de bus heen moet voordat we hem uit kunnen halen. Dat kan ik niet geloven. Die net helemaal voor je. Echt een drama. Mooi. Nou, we zeiden nog zo. Het gaat verbazingwekkend goed. Het rijden. Alle obstakels waren voorbij. Tot het laatste betonnen randje hier. Die je het even niet zag. Maar goed, de krik is los, jongens. En het band ook bijna, toch? Oude bagger weg. Jongens, aangezien ik hier nog steeds met mijn hechting in mijn klauw zit, hebben deze twee strijders onder de bus. Kijk dit dan? Ja, die zien er ook lekker uit. We hebben net allemaal kolen erop gespoten. Ja, we hebben er even een duimpje omhoog voor deze pech. Dit is Dave. Dat is echt niet te geloven. En we hebben alleen maar pech, dus we verdienen een bak straks. Ja, we zijn helemaal klaar mee. Dat we liggen hier dood te gaan in de 30 graden zon. Onder de burber. Doe even deppen met dat doekie. Ja, hier. Ik kom er niet bij. Johnny Depp. Kom op, 1, 2. Ik zat er al zo'n zwerver uit dat deze vis zagen. Wordt steeds erger met een minuut en kijk. Ik heb even gelegen. Ik zit echt helemaal onder. Dit is echt niet normaal. Maar kijk, ik heb nu los. Ik heb de cola opgespoten. Dat was de tip van de vrouw van de ANWB. Ik spuit het even onder. Ja, die komen ook gewoon niet even langs. Nee, dus ik even spuit het goed. Die zoek zelf maar, zegt ze. God, ja, nou wat denk je? Een van de bergpaardjes, dat weet je. Lekker is dat. Dus we gaan het nog een paar keer proberen. Echt, het moet lukken eigenlijk. Maar zo niet, gaan we de garage bellen. Als die in de buurt zit. 40 minuten rijden. Die gaat nooit komen. Nee, dat denk ik ook niet. Lekker is dat. Fuck. Nou, typisch Dave Fish team. We hebben echt misschien 2 uur lang onder dat ding geregen. Ja. Zit er dus schijnbaar een knopje hier. Ik was even mijn handen aan het wassen. Zit er nou in het drukken in. En hij viel zo naar beneden. Nee, 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 je moest hem losdraaien. Hij was draaien. Maar we waren bezig met de bus leeg halen. We denken, nou, we trekken gewoon de laminaat eruit en zo. En dan misschien komen we bij het wiel. Ik zie in één keer zijn gat. Laminaat. Ik zie in één keer zijn gat. Ik een beetje purren. Ik denk, nee joh, dat past precies. Ik ga een uitvinder worden. Tunnen. Nou, ziek. Oké, nu gaan we knallen. Binnen een uurtje aan het water. We komen er, jongens. Nee, dat is gek. We hebben een paar dingen. En de krik staat niet goed. En hij geeft aan de krik maar voor 1500 kilo. Terwijl de bus al 1900 is. 1900? Ah, van, eigenlijk het gewicht van 1/4 van de bus van 1 band komt er maar op. Dus ik denk dat dat nog wel meevalt. Maar ja, eigenlijk is 1900 de bus. Ik denk dat we nog ruim 1000 kilo aan spullen erin hebben. Minimaal. Nee joh. We hadden al 450 kilo aan voer, 3 tenten erbij. Ja, 6 ziet er best goed uit, zo. Ja, tot op heden gaat het goed. Iets meer zo. Het zal eens verder aan, werk in de gaai. Okay. Nou, het bandje zit erop, het lijkt de goede kant op te gaan. Maar we zijn er nog niet. Oké, wat? Leuk, jongens. Schone jongens. Ja, we zijn wel een beetje vies bekijken. We gaan alles even afvegen. Het is niet normaal, we gaan even een duikje nemen. Gaan we eindelijk rijden. Dus yes. We hebben geluk dat we zo vroeg zijn op gaan ruimen. Het is ondertussen een uurtje of 2 of 3 middags. Dus we hebben nog alle tijd van de wereld. Anders waren we haasje. Ja, boodschappen doen en naar het volgende water. Na 3 uur. Wat zei je tegen mij? Ja, alles is goed gekomen, jongen. Lekker sampletje. Ja, jongens, ik voel me herboren. Ja, mooi. Wat hebben we gedaan? We hebben even lekker geswingt. Ik er niet, maar wel. Alsof ik een jong kind ben. Als we gaan, dan gaan we goed. Ja, toch? Ja, dat is echt heel gek. Ik vind het best wel eng. Latta! Loop je uit maar net. Okay. Ja, gewoon gaan. En laat landen. Juist. Lekker, hè? Ah. Ja, we zijn even lekker schoon. Goed. Jongens, duimpje omhoog voor deze super herde. Deze rescue action. Mooi. Wat gaan we doen? We gaan nu bak vangen. Pissen. Ja, nu gaan we echt een bak vangen. We hebben echt verdiend. Pas op die kuilenzuiger.